Wat gaan we nou doen, Joppie? Vanavond? Ja, een betoging in Suriname. Een betoging op Bonaire. Ja. Een betoging op... Maar Sint Maarten. Overal, ja, overal zijn ze boos. Maar overal zijn ze boos en wij gaan excuses aanbieden. Nee, maar René, die meneer die van een van die 20 organisaties... Die Surinamers allemaal hebben. Maar er is één meneer die heeft uitgerekend... we beginnen met ieder afstammeling van een... van een slaaf 40.000 euro. Dat is die Regidio Fanol, toch, waar je het nu over hebt, of niet? Ja. Ja, en dat is dan 20 miljoen bij elkaar, maar dat is het begin, hè? Miljard. 20 miljard, miljard, ja, 20 miljard, dat is het begin. Ja. En dan denk ik, Rutte, wat ben je aan begonnen, jongen? Ja. En Sint Maarten maakt het helemaal bont, die willen zelfstandig worden. Grijp die kans, zelfstandig. Nooit meer wat mee te maken. Nee, zoek het lekker uit. Ja, die zijn nou een gemeente, maar die willen dan eerst weer een praatgroep hebben... hoe we dat allemaal moeten doen. Je wordt er toch gek van. En die gasten die zijn al onderweg. En die zijn helemaal niet welkom als ze daar komen. Maar zullen we dat gewoon lekker niet doen? Stel het even uit tot 1 juli of zo. Wacht even. Maar waarom moet dat per se morgen? Ja, maar waarom zou je het niet uitstellen? Overmorgen. Als dat voor die mensen nou belangrijk is. Huh? Ja, nee, precies. Dat uitstellen, waarom zou je dat niet gewoon doen? Als je niet maar eens... als nou al die mensen, zeg maar, onder deze omstandigheden... niet willen dat je het doet. Nee, Maarten wil het zeker niet. Dan doe je het toch niet? Ik vind het heel knap eigenlijk, hè. Dat je als regering het niet eens voor elkaar krijgt... om goed sorry te zeggen. Dan kan je toch helemaal niks? Dat zei Eus ook in zijn column. Dat je dit niet eens dan kan je helemaal niks kan krijgen. Jawel, Job, maar als ze geen enkel probleem... wat de Nederlanders speelt op kunnen lossen... waarom zouden ze dit dan wel kunnen regelen? Nou ja, je mag toch wel verwachten dat als je hebt bedacht... nou, we gaan excuses maken, dat niet zo heel ingewikkeld is. Je hebt 160 jaar de tijd gehad, hè, om over na te denken. Ook dat nog. Ja, het is niet even dat het gisteren was of zo, maar... jongen. Nee, het zijn echt stumpers. Ja. Maar je kan het beter maanden niet doen. Laat een duidelijke beslissing wordt genomen. Het is een soort halfbakken compromis. Dus D66 wil dit graag. De VVD gaat er schoorvoetend mee akkoord. En dan is het compromis. Oké, we doen het. Maar snel achter de rug. Ja, CDA vindt en zonder ook, al te veel poeha. Ja. En dan krijg je dus dit. Jawel, maar ik ben die terreur van D66 ben ik zo zat. Ja. En dat die Rutte steeds zijn oren laat hangen. Ja, maar die heeft waarschijnlijk gezegd, oké, we doen het. Maar dan dus heel snel, zonder al te veel gedoe. En daar gaat het dus fout. En het wisselgeld is dat hij van Kaag mag blijven zitten als minister-president. Ja. Maar hoe gaat het in Amerika, dit soort dingen? Want daar is er ook toch wel... Ja, nou, ik had het laatst ook met Johan over. Want Johan zegt, dat gaat heel veel geld kosten. Dan denk ik, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want in Amerika speelt dat ook. Er zijn natuurlijk heel veel inwoners die afstammen van mensen... die ook nog op de katoenplantages hebben gewerkt. En ik zeg gewerkt, maar ze kregen daar natuurlijk niet voor betaald. Ja. En die zeggen, daardoor zijn wij nog steeds nu achtergesteld. Dat zie je aan onze posities in het onderwijs of op andere plekken. En daar hebben ze dan, dat noemen ze dan affirmative action. Dat betekent dat ze heel vaak in Amerika positieve discriminatie hebben. De Republikeinen staan daar tegen, maar heel vaak als je universiteiten in wilt of op andere plekken terecht wil komen, dan heb je juist een plekje voor. Ik heb ooit bij een Amerikaans bedrijf gesolliciteerd. Dan moest je een hele lijst af. Heb je het leger gediend? Ben je zwart? Ben je Hispanic? Er zat nergens bij. Ben je homo? Als ik hem snel ingekruist. Ja. Want dan word je sneller aangenomen. Dus daar probeer je het op die manier op te lossen. Maar daar speelt nu ook de discussie dat mensen zeggen, we willen er ook geld voor. Dus ja, het gaat heel veel geld kosten. Ja, nee, maar ze hebben alle Marokkanen of alle Surinamers... die hebben dollartekens in de ogen. Het is verschrikkelijk en niet een kleine vergoeding. Het zullen niet alle Surinamers zijn, maar er is wel een groep die dat heeft natuurlijk. Kijk, als je al die organisaties die zich inzetten voor Surinamers hoort... het komt allemaal wel neer op ja, maar ook die organisaties zeggen weer over elkaar... ja, maar die organisatie stelt niks voor, die moet je niet serieus nemen. Dan zegt die andere organisatie, nee, maar je moet ook helemaal die niet moet je niet serieus nemen. Nee, je dat moet is het punt. Op regeringsniveau, daar moet je voeren, ze hebben maar niet met iedere organisatie hebben ze gesproken... behalve met de regering in Suriname. En dat is het enige wat je moet doen eigenlijk. Ik vind überhaupt dat je er nu niet moet gaan voor commercialiseren, dat slavenleed. De excuses maken, dat is als mensen dat belangrijk vinden, dan doen we dat gewoon. Maar geef dan ook vervolgens... Ja, maar dat is toch ook geen basis om excuses te maken, omdat hun dat belangrijk vinden? Maar ik denk, wat wel belangrijk zou kunnen zijn, is als je dat hele slavernijverleden een veel grotere plek in het onderwijs gaat geven, bijvoorbeeld. Precies, want heel veel jongere generaties weten absoluut niet dat onder Nederlandse vlag heeft plaatsgevonden. Nee, een heel klein stukje nu. Ja. En als jij straks gaat zeggen, wij hebben hier schade doorgeleden... dus wij willen geld hebben, dan kan de Nederlandse staat niet zeggen... ja, wij zijn er niet verantwoordelijk voor, want waar heb je anders een excuses voor? Nee, maar dat staat nu toch, de mensen van nu staan toch een veel te ver verwijderd verband... wat er toen is gebeurd, om met een schadeclaim te komen. Ja, maar daarbij komt dat de slavenhandelaren die erg aan verdiend hebben... dat zijn Afrikaanse slavenhandelaren en Arabieren. Hm. Die hebben de verschepingen allemaal geregeld en die hebben gecashed.